De Web Summit in Portugal en natuurlijk ga ik met de Model X taxi, wel een van de eerste van Taxi Electric, naar Schiphol. Eens kijken hoe de taxichauffeur deze bevalt. Oké, lekker op de Model X, op de trambaan. Eens kijken hoe snel we naar Schiphol kunnen, want het zag er echt waanzinnig slecht uit. En is de eerste taxi waar ik in heb gezeten met een Model X. Wanneer heb je hem besteld? Ik heb hem besteld in april 2014. Zo. En ik heb gewacht tot september 2016. Oh, wauw. Ja, 2 jaar. Net zo lang als ik eigenlijk gewoon. Ik heb hem in oktober gekregen, dus hij was 1 maand eerder. Eens kijken, hoeveel heb je er nou mee gereden? Dat kun je even hier zien. Dat is 82.000 kilometer. Dus die van mij die heeft maar 40.000 kilometer gereden, maar ik heb er 2 gekocht. Dus had ik 15. Dus ik heb 55.000 kilometer in de tussentijd gereden. Nou, hoe bevalt die? Ja, het is geweldig. Snel, rustig, klanten zijn er helemaal gek van. Het enige nadeel van onze taxi is dat je moet elke keer calculeren, omdat we natuurlijk heel veel kilometers maken. Ja. Tussen de middag even snel laden en dan als ik het heel druk heb nog een keer rond het eten. En dat is een beetje, dat is het enige nadeel. Ja, je kan niet alles hebben. Nee, is een, dat is waar. Het is een wereldauto, het is heel mooi en geweldig. Nou, vind ik heel bijzonder, want taxichauffeurs zijn meestal enorm negatief. Ik zat pas weer een uur te praten over BNR, over Tesla. En het waren 2 mensen kwamen echt aan de lijn. Die zeiden, meest waardeloze auto ooit. Dan hadden ze het over de Model S. Omdat, die waren gewend aan Mercedes. En er zitten altijd kleine dingen die niet goed is. Maar je bent er positief over. Ik ben er heel positief over, zeker. Zeker omdat het ook... Niet raampjes of zo, of dingetjes, afwerking of weet ik veel wat? Nee, eigenlijk niet, nee. Maar ik heb één probleempje gehad, dat ik heb al een nieuw airco-systeem erin. Koelingssysteem, omdat, ik weet niet wat het was, maar allemaal garantie. Perfect geregeld, je krijgt een loner mee. Krijg je weer een andere X mee, en toen kreeg ik een Performance mee. Oh, dat was ook weer even een nieuwe ervaring. Dus dat zijn een beetje de kinderziektes, dat weet je. En, Kijk, dat moet je een beetje hebben. Want je kan niet alles hebben. Je hebt een waanzinnige auto, daar zitten gewoon wat kleine dingen nog aan. Hij heeft ook de mooiste inrichting. Ik vind ook de met wit, is echt, dat heb ik spijt van dat ik dat niet heb gedaan. Wit leer, dat is echt mooi. Wordt het nog fel? Nee, helemaal niet. Ik heb zelfs op de eerste dag had ik al vroeger een klant van mij, die vroeg een pen achter mij. Die heb ik de pen gegeven, toen ging ik over het witte leer heen. Ja. Dus ik was helemaal versteerd. Maar hoe blij kan je ook weer wezen als de klant aanstapt en je doet zo met je duim vegen. Geen probleem. En het pen is weg, gewoon pen van wit leer af. Dus, Hey, hoe vind jij de range? Wat kun jij per dag rijden ongeveer? Ja, ik heb altijd haast. Dus ik gas nog wel een beetje. Kijk eens even. Heeft hij hier, 245, maar nu was het 400. Maar hij heeft 245 gemiddeld. Ja, dat is wel heel aardig. Dat is gewoon een rij lekker door. Ik denk dat ik op tussen de 280 en 300 kilometer uitkom per range. En dan heb je nog en wat ik over. Heb een, ik en heb een 90D, daar heb ik ietsje over. Maar dan haalt het al op. Ja? Het is, meer dan 300 kilometer, daar reken je niet mee. Een beetje gassen, een beetje airco. Ja. Ik heb natuurlijk een taxicomputer die constant in de stroom staat. Gebruikt ook wat. Hey, en als je dan op een gegeven moment zegt, je hebt nog even een ritje naar Groningen. En dan zeg je tegen de cliënt van, hey, je moet even in Schiphol, mag ik je even een kopje koffie aan? Of neer in Zwolle even een kopje koffie aanbieden. Is dat wel eens gebeurd? Dat je even bij een supercharger... Ja, ik heb het 1 keer gehad. Dat ik naar van Amstelveen naar Braschaat ging. Mm-hmm. Met een klant. Ja. En toen hebben we bij Breda geladen en die vrouw die was zo blij met de auto dat ze zat van ik wacht wel even 20 minuten. Het was op een zondagmorgen vroeg, uurtje van 8-9 en we nemen wel even een bakje koffie bij de McDonald's was het, bij de Breda. Ja, en in de tijd van de koffie, 1 kopje koffie, dan heb je het dan weer gehad, hè? Ja, daarom dus. En op de terugweg heb ik hem weer even volgeladen om thuis te komen, zeg maar. Goh, een blije taxichauffeur. Hey, dan natuurlijk waar iedereen altijd over klaagt, is de kosten. Van, wat kostte deze auto en wat kost hij dan eigenlijk netto in vergelijking met een of andere vergelijkbare Mercedes? Ja, als je hem, ik vergelijk hem dan altijd met een Model S of een 7 Serie BMW of een Audi A8. We gaan niet naar een E'tje toe, met alle respect voor Mercedes E'tje, een E-klasse, maar het verschil met een S-klasse is uiteindelijk streept het een beetje tegen elkaar weg. Omdat de auto is wat duurder, dus mijn lease is wat duurder, de aflossing. Ja. Maar die haal ik weer terug op de brandstofkosten. Dus, je hebt veel minder brandstofkosten? Ja, veel minder brandstofkosten. Ik denk nu bij Schiphol, mijn taxistandplaats, denk ik ongeveer tussen de 300 en 400 euro in een maand. Maar ik rij ook 75.000 kilometer per jaar. Ja. En dat was normaal, was dat 8.000 of 10.000 euro diesel of
whatever. Ja, ja. Dus 10.000 euro vergeleken met 400, met ongeveer de helft. Zeg even 4.000 euro, ja. 4.000, 10.000. En dat is genoeg om het verschil tussen te betalen. Verschil te maken, omdat... En de klanten, van, qua business, zeg maar? Ja, meer business ook. Ze zijn nu ook bij Taxi Electric erbij. Ik heb de auto gekocht om mijn klant te behouden, waar 80% van mijn omzet al was. Oh, die wilde gewoon? Die wilde dat gewoon, omdat dat goed is voor het image van het bedrijf. Ja. Dus ja, alleen maar voordelen eigenlijk. Ja, het enige nadeel is van elke calculeren van, oh, ga ik het nog redden, ga ik het nog redden. Want ja, je kan een tankje benzine of diesel achterin leggen, maar ja. Daar doe je niks mee. Nee, dat is waar. Ja, dus in ieder geval van, ja, dat is dat jouw aantal kilometers, is dat verminderd hiermee? Oh nee, helemaal niet. Nee. Het is eigenlijk juist drukker geworden. Oh. Alleen doordat je tussen de middag even een, ja, ik noem het altijd maar een lunchbreakje, even een half uurtje, drie kwartier. Je moet nu echt lunchen. Ja. En je moet nu echt koffie, je moet een koffie gaan drinken. Je moet lunchen. Ja. Wat ik ook drie keer in de week probeer te doen. Ja. En het heel simpel, de Tesla keeps you fit. Mm-hmm. Als je 's avonds gaat laden, ja, bij een supercharger. Ja. Ik doe het na mijn werk dan. Ik rijd alleen overdag, zeg even van 7 tot 7. Ja. En dan ga ik naar huis, ga ik eten. Ga ik gewoon 7 tot 7, hè? 12 uur per dag werken, dat is normaal. 12 uurtjes, maar dan heb je al een lunchbreakje tussen de middag. Want 's avonds wil ik hem weer vol hebben voor de volgende dag. Ja. Dan trek ik mijn lopen of mijn trainingsspul aan. Ik zet de auto op de lader en ik ga drie kwartier, ga ik 5 kilometer hardlopen. En ik ben 12 kilo afgevallen sinds vorig jaar september. Dus ja. Kijk, de Tesla keeps you fit. Dat heb ik nog nooit ontmoet. Een taxichauffeur die positief is over zijn auto. Maar je hebt het ook zelf besloten. Hè? Je bent er wel gedwongen door je klant. Ja. Hè? Dus om het licht te zien. Ja, want anders had je het zelf niet eerder, waarschijnlijk niet gedaan. Want jij reed daarvoor. Deze man is nou niet direct bepaald groen. Hè? Want wat reed je daarvoor? Ik reed daarvoor een heel kleine Cadillac Escalade. 6,2 liter V8. 420 pk. En reed 1 op 4. 1 op 4. Alleen die had ik al omgegooid naar gas. Okay. Dus ik was wel een beetje goed bezig. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk. Dus je bent omgegaan vanwege de klanten. Maar eigenlijk nu je elektrisch rijdt. Ja, nooit meer anders. Nee? Nee, okay. Het gaat zo waanzinnig en zo soepel en rustig. En ja, het is gewoon heerlijk. Okay. Maar ik moet wel zeggen, wel door de X. Ja. De Model S moet ik niet aan denken, want heb ik echt het idee. Ik kom uit een Cadillac Escalade. Ja. Daarvoor heb ik altijd Mercedes-busjes gehad, van die mooie Vianos. Ik heb altijd hoog gezeten. Ja. En je kan mij in een Rolls Royce zetten of in een Model S. Ik heb het idee dat ik in de Skelter zit. En dit met de Model X, de stoel kan helemaal omhoog. Ja, het is ook ideaal voor de klanten. Ja, hè? Ook instappen. Qua bagage en zo. Ja, ik heb heel veel mensen uit Scandinavië. Nou, die zijn allemaal ongeveer net zo groot als dat wij hier in Nederland zijn. Die soms wel groter. Ja. Ja, dat is gewoon super instappen. Die hebben met de Model S, moet ze geopereerd worden, hebben ze een nekhernia. Elke keer. Dus ja, dat is... Wat grappig, Marcel is ook echt goed in het customize. Hij rijdt voor HP en hij heeft gewoon een e-mailadres. Ook voor de verschillende HP's die allemaal gewoon uit elkaar gescheiden zijn. Het bedrijf is nu in drieën gedeeld, allemaal een apart e-mailadres. Dus hij is ook bezig met het customizen. Hey, even iets vragen van een taxichauffeur en autopilot. Gaat dat samen? Ja, zeker, want je moet het natuurlijk showen. Ja? De klanten die vragen het als ze instappen. Oh, ga deze ook verstellen? Nou, doe maar niet. Zeggen ze de meeste ook, omdat er zijn natuurlijk wat negatieve filmpjes geweest. Dus ik doe, als ik het doe, dan doe ik het altijd even op de ring A10 of naar Schiphol toe. Ja. En dan is het even je handen in de lucht en dan laat je hem van baan verwisselen. Ja, dat vinden de mensen leuk, maar ik heb zelf ook wel dat ik altijd wel mijn handen een beetje in de buurt hou. Ja. Omdat ik mezelf toch beter, meer vertrouw. Hij vindt zichzelf toch wel een betere chauffeur. Ja, ja. Maar hoe vind je het eigenlijk, die ontwikkeling van autopilot? Ja, het is geweldig. Ik heb laatst op iemand een filmpje van me gemaakt op de ringweg. Heb ik de stoel achterover gegooid. Ja? En waar? Ja. Heb ik net gedaan of ik aan het slapen was. Dat heb ik 5 seconden gedaan. En daar heb ik een filmpje gemaakt, een man uit Oostenrijk. Dat is geweldig. Ik zal je laten zien zo. Dat is echt leuk. Dus. Oké, dus je hebt echt lol met deze. Vergeleken met een Mercedes S-klasse of een Cadillac. Je hebt echt lol met deze auto. De Cadillac was echt een beetje cruisen, dat is, hè, of je in een boot zit. Ja. En dit is snel en het is leuk en het is nieuw. En ja, heel dag complimenten. Ik kan net zo goed een cd'tje opzetten, want de mensen beginnen gewoon met van hoeveel rijdt hij, hoeveel kost hij. het is allemaal... Gewoon wat we net ook weer gedaan hebben. De standaard vragen. Ja. En dat gaat nu al 13 maanden gaat dat door, elke dag weer. Oké, dus... Ja. Meer dan de moeite waard. Ja, de Model X. Nou, alle Tesla Model S'en in Schiphol worden nu vervangen door de Model X'en. Dus dat is uitermate interessant hoe dat gaat worden. Maar jouw ervaringen zijn in ieder geval positief. Meer dan positief. Ja. Dus dankjewel, Marcel. Dan gaan we nog even met Ideal betalen. Nou, dankjewel, Marcel.
Ja, dat is helemaal goed. Dat is mij een groot genoegen. Alsjeblieft. Marcel heeft dus heel veel bekijks. Hij kan de mensen niet van zijn auto afslaan, zegt hij. Hiervoor een Cadillac, nu een Model X. En hij maakt er gewoon gigantisch veel business mee. En ik ben op tijd op Schiphol.